Yo mensen, en tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag is het alweer tijd voor Knockout City seizoen 4. En hetzelfde als in seizoen 3 gaan we een potje 3v3 in met mensen waar ik nog nooit mee heb gespeeld. En ik kom ook tegen mensen waar ik nog nooit tegen heb gespeeld. Dus dat is hetzelfde als in seizoen 3. En laten we hopen dat we mijn eerste potje van seizoen 4 gaan winnen. Want de indeling wordt nog steeds elke keer opnieuw ingedeeld met wie je komt en tegen wie je komt. Dus vandaar dat het nog steeds altijd verandert. Als je in je eentje een potje 3v3 ingaat. Maar wij gaan nu dit potje proberen te winnen. En dit is een nieuwe map. We komen in mijn eerste potje van seizoen 4 gelijk in een nieuwe map met de sniperbal. De sniperbal is een bal, als je die bal heel hard gooit, dan is die moeilijker te vangen. Maar we gaan in deze nieuwe map gaan we proberen te winnen. Mijn eerste potje van seizoen 4. Oké, nu weet ik ook hoe dat werkt. Dat je of op zo'n ding moet blijven staan, of dat je gewoon op de grond moet blijven lopen, want anders val je er vanaf. Maar zoals ik zei, is een nieuwe map. Ik heb deze map nog nooit gespeeld. Het is allemaal even wennen hoe deze map in zijn werk gaat. En als je twee ballen op je krijgt, kun je die niet achter elkaar vangen. Je kan pas weer één bal vangen als je die andere bal weggooit. En ja, nu was dat anders. Want ik had de ene bal gevangen in mijn handen. Maar de andere bal werd al gegooid, dus daardoor kon ik de andere bal niet meer vangen. En op zo'n korte afstand kun je die sniperbal helemaal moeilijk vangen, omdat als je hem hard gooit, gaat hij gewoon veel te snel om te vangen. Al helemaal op zo'n korte afstand. Maar het staat 6-5 nu. Zeven, vijf. Zeven, acht. It's all tied up. Acht, acht. En we hebben de eerste ronde met 10-8 gewonnen. Ik was af en toe wat stil in de eerste ronde omdat ik geconcentreerd aan het spelen was. Maar we hebben de eerste ronde gewonnen. Nou, als we de tweede ronde winnen, dan hebben we mijn eerste potje van seizoen 4 binnen. En daar gaan we natuurlijk voor. Ook nog eens in een nieuwe map waar ik ook nog eens nooit in heb gespeeld.
Blue team takes the lead. 1-0 voor. Nu moeten we uitkijken dat we niet van het ding af worden gegooid. It's all tied up. Gold team takes the lead. Oh. Zo, ik heb hem en hij heeft mij. We staan daar er wel 3-2 achter, maar we hebben hem. We hebben hem in ieder geval, wou ik zeggen. Ik kwam even niet lekker uit mijn woorden. Maar tegelijkertijd had hij mij ook. Twee ballen tegelijk op mij, dat kan niet. Dat kan ik niet vangen. Dan 2-5 achter. Twee, zes achter. Vier, zes. Gaan wij deze achterstand in deze ronde goed maken. Dat is wel de bedoeling. Vijf. Oké, dat is 6. Dat is 7-7. Kwamen ze weer met z'n drieën op mij. Dat is heel moeilijk om 3 ballen achter elkaar te vangen. Negen, negen. Ja, dit is lekker. We hebben met 10-9 gewonnen en we hebben de achterstand die we hebben. Inderdaad, de achterstand die we hadden in het potje hebben goed gemaakt. De achterstand in die ronde. Ik ben de beste speler van dit potje. Volgens het spel. Dat is ook wel lekker. En we hebben mijn eerste potje in een nieuwe map in seizoen 4 gewonnen. En dat is ook wel lekker. Ook jullie bedankt voor het kijken naar deze video. Doe blijf het mogelijk abonneren. Zeg Bert en als je geabonneerd bent. En zeg ze altijd abonneer op mijn kanaal. En de groeten.